Sorry dat ik even Minecraft lag had. Maar net toen Damien iets ging zeggen. Dus ze mogen hem weer niet. Altijd Damien. Altijd mij. Maar we zitten weer eindelijk na al die tijd op Hunger Games. Kijk Damien's nieuwe skin. Waarschijnlijk heb ik net zijn nieuwe skin al gezien. Kijk Damien's nieuwe skin. Ja, kijk Damien's nieuwe skin. Dat is Damien's nieuwe skin. En kijk, dit is mijn nieuwe skin. Oké, dat zijn nieuwe skins. Ik heb een beetje lag. Want hij is op. Omdat hij op dit moment de Survival 10 aan het uploaden is op YouTube. En op Movie Maker is hij nu de geheime maps van Super Smash aan het uploaden. Dus vandaar loopt het niet 100%. Maar Damien gaat mij beschermen. En we hebben nog 40 seconden. Maar de kijkers die kennen die video's al lang, die hebben ze al lang gezien. Ja, daarom zeg ik. Maar die zijn nu aan het uploaden, vandaar. Klopt. Maar die hebben ze al gezien als er deze video online komt. En daarom loopt het slow. Raar hè, die logica van YouTube. Boink, boink. Ik ben aan het inzoomen. Strudelpopje. 4427. Ja. Kom op, 10 seconden. 4-4. Oh god. Ik hoop dat mijn lag me niet fucked. Ik heb de laatste. Ik kan wel gewoon. Oh ja, toen wilde hij zijn diamond zwaard pakken en dan ging hij dood. Ja. Nee, stone. Omdat hij zijn zwaard niet kon vinden. Oh. Dat is dus mijn fysieke troll chest. Ja, nee, ik zeg. Ah, oh, kak. Ik druk de control in plaats van shift. Ja. Ja. Nu heb ik alleen maar appeltjes en een goud appeltje en een full diamond gear. Nee, grapje. Wauw. Mijn kist. Wat een kut shit heb je hier. Kom, we gaan niet weg. We gaan verliezen, want ik zie nu al mensen... Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? YOLO. Kom, we gaan daarheen. Nee, kom deze kant. Want hier weet ik een piramidetje. Ik wil naar het piramidetje. Oh, er zijn wel ziek veel mensen, gek. Ja, en we hebben ziek weinig stuk. Weet je wat ik vond? Weet je wat het hoogste was wat ik vond? Nou. Een stenen zwaard. Oh fuck, gelukkig hadden we geen dingen. Dan zou ik geslagen. Ik had van het factie. Het hoogste wat ik vond was een gouden appel. Daar heb ik er ook wat van. Oké, we moeten hier naar rechts. Daar is een piramide. Maar er zijn niet veel mensen, ik ben een beetje bang. Ach, scheiterd. Oh, het spijt me van die lag. Waarom moet ik nou altijd aan het uploaden zijn als ik film? Ja, dat kies jij voor. Oh, ik heb een iron helmet. Weet je hoe? Ja, maar ik vond gewoon, er moest een nieuwe Hunger Games komen. Onze kijkers willen dat natuurlijk, want het is al zo lang niet meer geweest. Natuurlijk willen ze dat. En Mind Sea misschien ook. Dat is, hebben we ook maar 3 afleveringen van, toch? Mm-hmm. 2? 2 of 3? Weet ik niet, volgens mij 3. Kan ik het gewoon opblazen of zo? Dek me. Oh, wow. Trouwens. Aan de kant, Damien. Motherfucking deur. Gaan we toch om de deur heen? De deur is al stuk. Nou, dat maakt niet uit. Ik heb pas tripwires. Ja, als jij erop staat, weet ik dat erin is. Just... Wow. Wat heb je? Blast Protection 4, Golden Chestplate. Iron Sword. En ik heb een spawn guest. Net als jij de vorige keer had. Mag ik dan je stone sword? Ja, mag jij hebben. Hier. Oh, nee, dat is mijn iron sword. Nee, ik heb het terug. Ga niet zo vals doen, jongen. weet je hoe fucking na je dan bent? En mijn ding terug. Hier. We compenseren het. Gast. Ho! Ik heb potions, dan kan ik je in één keer mijn kill. Damien, we worden aangevallen. Waarom zou ik jou helpen? Jij pakt mijn zwaard weg. Nee, ik wou hem net teruggeven, maar toen kreeg ik een pijl in mijn hoofd. Ik heb toch blast protection 4, wat is het doen met die explosieve boog? Hier, komt Damien. Zwaard. Ja, nu wel hè. Ik wou het al geven hoor. Mhm. Hier, pak je steenzwaard.
Lag, alles. Hey Damian, doe nou niet, hij is kei ver weg. Kijk, kom op PM. Hij is de World Brother waarschijnlijk. Ja. Kom maar. Hier is de ingang. Ik vind hem eng. Ben je? Ik ben achter de piramide. Hier is nog een ingang en die probeer ik op te blazen. Waarom? Daar komen we uit. Nee, er is een andere ingang. Nee, die iron blocks, daar komen we vandaan. Die zag ik. Okay, dan peren we hem. Ik heb het opgelaten. Ik appel hem liever. Want ik heb appels bij. Ik heb mijn appels al op, vandaar. Oh. Er is iemand, laten we hem pakken. Oh, gek. Hij dacht zelf over ons. Oh, hierboven. Oh, die blast protection werkt ook voor de fuck. Ja, het is gold. Gold werkt nou eenmaal voor geen fuck. Wacht, ik moet even eten. Ik wil mijn gouden. Hij is goed. Liep jij op de piramide? Nee. Want er loopt er ook in op de piramide. Ik ga je weg. Mensen. Het is toch niet lief wat hun doen? Ze vallen aan. Au, cactus, alles. Oh, ren jij daar of niet? Nee. Hey, oh nee, diamond gear. Diamond gear. Nee, dit wordt een hele korte aflevering op deze manier. En even van deze kant, alles. Ah, ik kan hem niet killen. Ik heb hem hier opgeblazen. Nee. Mooi, we zitten in het water. Hij kan nooit sneller zijn dan ik. Oh, maar hij heeft ook een explosive bow. En hij heeft diamond armor. Maar ik schiet beter. Maar hij heeft diamond armor. Dus dan ga ik niet winnen. En nu kom ik met de zwaard en dan vlucht hij weg, hè? Een laffe kut. Nee! Ik ben dood, Damian. Oh, mijn hemel. Die gast, hè, die op ons schoot vanaf de piramide. Daar kwam ik nu achteraan, hè? En nu is hij gevlucht. En nu is hij dus bij zijn vriend. Damian. Kerstspannen. Vecht hier maar mee, motherfucker. Waarom spant hij hem niet? Ik ga niet zo'n korte aflevering maken. Dat vind ik niet leuk. Dus wat zullen we nog even spelen? Nee, ik zit er nog in. Ja, dat boeit mij niet. Hij zag laf zonder zijn boog, jongen. Gaat hij wegrennen? Ja, dat doen nou eenmaal mensen. Die doen dat soort dingen. Is er iets op de DDG-server te believen, mensen? Dat weten jullie vast. Oh. Die met diamond armor kwam achter me aan, terwijl ik vocht met die ander. Maar die ander kreeg ik nog dood. Ja, en die diamond niet. Nee, die kwam van achter. Maar die ene ging dus wegrennen, want hij was wel ja, ik was dus in een booggevecht met die diamond gast. Ja, die kan. En ik had dus geen kans. Die sloeg tegen mijn kont aan. Maar wacht, nu hebben we Hunger Games gedaan en nu zit je op de DDG server. Ja. Maar wat is het dan voor een aflevering? Het is gewoon een aflevering van... zand. Gast. Kunnen we beter een andere Hunger Games starten? Ja, maar die doen allemaal nog 10 minuten. Helemaal niet. Zal ik eens even kijken hoe lang die nog duren? Oh, fuck. Dat is de knopje naast de... Oké, we gaan wel een Hunger Games doen. 43 seconden, Hunger Games 3. Oké, dit gaan jullie binnenkort ook nog eens zien. Wat hier allemaal is. Dat weten jullie waarschijnlijk al. Drie keer raden welke map het is. Ja, die woestijn. Yeah. Ik was net aan het kijken, maar toen was ik in mijn eentje. Dus vond ik niet leuk. Er zijn er meer mensen, toch? Ja. Ja, wel meer. Brave mensen. Maar ik kan toch wel even op de DDG rondlopen als ik niks te doen heb? Nee, want dan moeten we... We hebben een Minecraft DDG server ding. En we hebben een Minecraft Hunger Games ding. Je moet een keuze maken in je video. Ja, ik heb een keuze gemaakt. Ik ga dit spelen en daar rondlopen. Nee, ik moest je helpen met je keuze. Nee, want ik wou daar niks gaan spelen. Nee. Je hebt er gewoon moeite mee. Ja, sorry, maar... Je moet het gewoon onder ogen zien dat je niet zo goed bent in kiezen. Af en toe. Van mij. Oh fuck, waarom was ik opeens... Nee. Van mij. Nee. Van mij. Van mij. Waarom heb je altijd zulke slechte shit? Kom, we peren hem. Hetzelfde... Kom, we gaan naar hetzelfde ding. Kom mee.
Nu kennen de kijkers deze map. Omdat ze hem twee keer gezien hebben. Dit vind ik de fijnste map omdat ik hier aan mensen lag heb. Maar ik kan nou gewoon niks aan die kut lag doen. Omdat er twee dingen aan het uploaden zijn. Maar die grasland en met die woestijn erbij is ook fijn. En ja, ja. Maar ik vind dit een van de fijnste. En wasteland is ook fijn. Maar dit is wel een chillie, ja. Want hier weet ik ook waar alle kistjes liggen. Trouwens, ik spawn er een guest bij die andere twee kasten. Hier. Pak de shit. Kessen. Ik heb een iron chestplate voor je. Oh, jullie zagen me in 0,02 seconden. Naakt. Oh. Nou ja. Moet de video gecensureerd worden voor mensen die 18 jaar of ouder zijn. Mag onder de 18 jaar. Nee. Daarvoor moet die gecensureerd worden. Oh ja, ja, daarvoor ja. En dus... Pak deze shit weer. En dus ik mag mijn eigen video niet kijken. Oh, badass. Yo, iron blocks gaan echt niet kapot, hè? Ga jij maar... We gaan via de deur. Ik kwam via de achterkant. Wat is de achterkant? Ik was er al heen, wist je dat? Ja, maar we gaan geen iron blocks proberen op te blazen. Want dat lukt niet. Gast, loop door. Wat deed je pressure plate daar? Niks. Kijk hier. Kijk, hij is leeg. Bij mij kwam ik er niet doorheen. Ik schoot nu een team bij. Vanaf de andere kant lukte het wel. Oh. Nou. Ik heb, ja, hetzelfde als net. Alleen ik heb een iron chestplate, dus ga niet mijn golden chestplate aan doen. Oké, geef me een golden apple. Hier heb je er twee. Oh, fuck, ligt hem mis. Daar ligt hij. Yay! Ik hou van golden apples, want die zijn goud en apples. Wow. Ik heb weer een gas spawn egg. En een iron sword. En dit keer geen stone sword? Wel. Geef me het iron sword. Nee. Dan het stone sword. Ik had nu precies dezelfde kisten gepakt. Hey, dead. Wat de? Dank je. Krijg jij dat mooie zand of zandstone? Ik weet niet meer wat ik gooide. Zandstone. Kom, we gaan dus het brugje bewaggelen. Kijk, ik heb daar boot. Is een boot. Gaan we het bootje stelen? Ja, ik hoor een zombie. Ik hoor ook een zombie. Ik ben bang voor zombies. Kom op. Ga. Weet je nog toen ik boot opblies? Boot opblies? Ja. Dat was een leuke tijd, hè? Een keer waren we aan... Boot. Laat me niet alleen. Je hebt hier deze kist overgeslagen hier. Oh, sorry. Een keer waren we aan het derpen op onze Kingdom server. En toen blies hij mijn boot op. Ja, want hij zorgde dat mijn boot kapot ging. Bam! Ik heb instant damage potion. Waar is die kutzombie? Waarschijnlijk in die brug of zo. Dus lekker rond te derpen. Ja. Hoeveel mensen zijn er nog? Vier. En eentje daarvan killde mij volgens mij de vorige keer. Nee. Niet? Nee, maar dat is I'm God of zo, met mijn puntjes ertussen. En die ander was Ja, dat viel niet mij aan of zo, ik weet het niet. Dat zou kunnen, maar... Wanneer komen die mensen? Of de deathmatch of zo? Waarom heb ik lag? Dat vind ik niet leuk. Ik wil mijn nieuwe computer. Mensen geven me iets van €340, dan heb ik een nieuwe computer. Vinden jullie vast leuk? Ja, kom, laten we alle kisten even derpen. Deze kisten zijn nog gederpt. Ik kan een iron sword voor je maken. Doe eens. Vind ik sexy. Heb je een crafting table? Ja, jij moet me even verdedigen dan. Oké, ik zal je verdedigen met een zwaard in je kontje. Wat jij wil, hier heb je... Oh, we hebben... Er zijn de laatste twee. Serieus? Hij is in de lava gestuiterd. Oké, wacht even. Zullen we het eerlijk uitvechten met zwaarden? Ja, waarmee moeten we het anders uitvechten? Ik heb een guest. Oh, kak. Ja, wacht, laten we eerst de guest killen. Zullen we doen? Ja. Spawn hem! Ja, even wachten. Spawn hem! Ja, wacht even, ik ben even bezig. Spawn hem! Ja, ik ga hem nu spawnen. Klaar voor? Ja. Even gezien. Nou, een beetje. Spawn hem. Ja, ik probeer. Oh.
Wat doe je? Nou, dat is een vieze tiekje. Nee, vuur! Karma! Nee, ah, lek, ah, kak. Karma. Nog wat karma is. Ik loop hier op de gas te schieten. Ga je op mij schieten? Oké, okay, kom. We gaan even naar AG1 lobby om het video even leuk af te sluiten. Godverdomme. Vieze verrader. Geen sneeuw. We hebben wel geluk met de mappen. Ja, maar ik denk dat dit het was, ja. Anders krijgen we weer zo'n tyfus lange video, denk ik. Ja, dat hebben we al vaker de laatste tijd. Ja, en ik heb lag. Dus laat een reactie achter over hoe jullie onze skins vonden. Sexy, ja. Ja, echt wel. Ja. En ja, zeg maar, zeg maar. En natuurlijk like je die video, want je vond hem hartstikke leuk en zo niet. Dan deel je hem met je banaan en dan liked je banaan hem wel voor je. Dat is een goede quote. Ja, toch? Dus... En abonneer op ons kanaal voor meer video's. 360 van de berg. En 360 van de bergs en bananen. En dan zien we jullie de volgende keer wel weer terug. Bij DMG. Derp. Doei.